In Rotterdam dan is geschoten op straat toen twee groepjes jongeren ruzie met elkaar kregen. Dat schieten gebeurde pal voor een bewakingscamera. Het is de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 augustus... als een aantal jongeren staat te praten op een straathoek in Rotterdam. Het is ongeveer 00:30 en nog best druk. Ze staan bij deze kruising van de Schiedamseweg met de Jan Cruijffstraat voor de McDonald's en vlakbij de trap naar metrostation Delfshaven. Op een gegeven moment komt er een witte Citroën langs die even verderop, buiten beeld, stopt. Er komen dan drie mannen uit die op het groepje beginnen af te lopen en het gemunt hebben op deze jongen. Let nu even op deze jongeman. Blijkbaar voelt hij dat er iets gaat gebeuren. Hij haalt iets uit zijn zak. Direct daarna weet de jongen in het blauw-witte trainingspak door snel te duiken een klap te ontwijken. Even later krijgt hij alsnog slaag. Maar dan zien we wat de ander heeft gepakt. Een vuurwapen. Mensen stuiven weg. Ze geven het wapen over en ook de net mishandelde man maakt dan een schietgebaar. Uiteindelijk pakt de ander het wapen, waarna ze uit beeld sprinten. En er is ook echt een schot gehoord daar op die Schiedamseweg in Rotterdam. Maar of er iemand gewond is geraakt, de politie weet het niet, want degene waarop geschoten is, hebben geen aangifte gedaan. Het is natuurlijk belachelijk dat je zo midden op straat tussen allerlei mensen gaat staan schieten. We hopen dat iemand vanavond meer kan vertellen over de twee die met dat wapen hebben gedreigd. Of misschien heeft iemand gehoord waar de ruzie over ging. Waarom wilde iemand deze verdachte slaan? En wie is dat dus? Herkent u een bel 0800 6070? De ander loopt dus met een wapen op zak rond. Misschien herkent iemand hem aan zijn kleding. Ook anonieme tips kunnen helpen. Vertel wat je weet dan via 0800 7000.